Boekenwurm, boekenwurm, wat maak jij toch veel gaatjes? Boekenwurm, waar smul jij van? Van letters of van plaatjes? Boekenwurm, boekenwurm, wat is er daar te halen? Kom vertel eens, boekenwurm, eet jij daar verhalen? Lekkere verhalen, spannende, enge, grappige verhalen. Wat leuk dat jullie er zijn. Jullie komen net op tijd, want ik heb hem bijna af. Wat vinden jullie ervan? Mooi. Weten jullie wel wat het is? Ja. Wat dan? Een hut. Oh, nou, hartstikke goed. Ik ben blij dat jullie dat zien. Ik heb er heel erg lang aan gewerkt. Maar hebben jullie hier wel eens zelf een hut gebouwd? Ja. Ja? Wat voor hut was dat dan? Indianen hut. Indianen hut? En hoe zag die eruit? Een driehoek. Een driehoek? Dus dat was een andere hut dan deze? Ja. Ja. Deze hut heeft nog niet echt leuke kleurtjes. Hij ziet er misschien ook nog niet heel erg stevig uit. Want dat komt omdat ik nog een paar dingen even af moet maken. Wanneer ga je hem verven? Verven? Dat komt hierna, want ik moet hem eerst nog even aftimmeren. Mag ik ook meehelpen verven? Dan mag je meehelpen verven. Maar kunnen jullie mij... Ja, allemaal, alsjeblieft. Maar kunnen jullie mij eerst even helpen met timmeren? Ja. Ja. Wil jij even die hamer pakken? Pak hem maar even. En ik heb nog spijkers nodig, die liggen daarin. Pak maar even één grote spijker. Ja, ook dit is een schroef. Die gaat een beetje moeilijk. Een spijker. Zo eentje. Pak die maar. Die? Ja, heel goed. Eens even kijken hoor. Moet je even op een afstandje. Even voorzichtig. Mag natuurlijk niet misgaan, hè. Even kijken, komt die. Oh, ging mis. Ja, ik heb het vroeger echt heel vaak gedaan hoor. Ik ben een ontzettend goede hutbouwer. Ik heb onder de duim geslagen. Oh, wat een pijn. Kun jij misschien even die verbanddoos pakken? Dat gebeurt namelijk, anders gebeurt het echt nooit. Oh, kun je me even helpen? Wat gaan we doen? Ja, knip maar af. Ja, heel goed. Oh, en nog een stukje plakband erop. Voorzichtig. Oké, hartstikke fijn. Nou, maar je moet natuurlijk wel af, hè? Ja. Ja. Hoe ga ik dat nou eens even doen? Zou het misschien lukken met dat stuk touw? Pak maar eens, pak maar eens. Ja, ik heb een idee. Ik ga er met touw. Ja, hartstikke goed. Weet je wat? En dan gaan we samen eens even, gaan we hem even vastmaken. Kom maar even naar die kant. Dan doe ik hem bijvoorbeeld, hier maak ik hem vast. Hop, hier. Rol jij hem helemaal uit? Ja, en Cheyenne, kom maar eens even mee. Dan kun je mij hier nog even helpen. Zo, kom maar bij staan. Lukt dat? Ja. Zo. Ja, dan moet daar een knoopje in. Ja, hartstikke goed. Kun je dan even hier komen staan? Want ik mis hier iets. Eigenlijk moet hier nog een paal staan. Want als deze goed strak blijft staan, dan kan hij niet meer omvallen. Wil jij hem even vasthouden hier? Ja. Zorg je ervoor dat hij helemaal strak blijft staan? Ja. Oké, goed. Nou, dit kan volgens mij niet meer misgaan. Dit is perfect. Zit hij bij jullie goed? Ja. Ja, kom er maar bij dan. Nou moet hem nog allemaal goed strak, hè? Oké, kom maar. Oh, de schaar. Ja, dankjewel. Kom maar bij staan. Want nu gaat het gebeuren natuurlijk, hè? Want een hut is natuurlijk om in te zitten, of niet? Ja. Ja, nou, ik ga eens even kijken of ik in die hut kan zitten. Gaan jullie met me mee? Nee. Nee? Waarom niet? Waarom niet? Gewoon niet. Ik heb de hele tijd aan die hut gewerkt. Weet je het zeker? Ja. Nou, leuk is dat. Nee, het is een hartstikke leuke hut, hoor. Het is heel gezellig hier. Dat jullie niet mee willen. Dit is echt de gezelligste hut die ik ken. Ik word gewoon uitgelachen. Dit is... Nou, je moet me niet uitlachen. Ik heb hier heel erg hard aan gewerkt.
Hey, ik weet trouwens een heel leuk verhaal over een bever die een hut bouwt. Willen jullie dat horen? Ja. Ja? Zal ik dat voor gaan lezen? Ja. Moeten we even naar mijn leeshok toe? Goed, gaan we die kant op. Ja, die kun je nu loslaten. Het heeft nu toch al geen zin meer. Gaan we zo meteen proberen om een andere hut te bouwen. En die bever, weten jullie eigenlijk wat een bever is? Ja. En hoe die eruit ziet? Ja. Vertel eens. Hoe ziet de bever eruit? Hij heeft een platte staart. Ja, klopt. En hij heeft wat nog meer? Harig. Harig, ja. Hij heeft een mondsnor aan. Zo. Hij heeft ogen. Hij heeft ogen, maar wat heeft hij nog meer? En grote neus. Een grote neus. Maar, nou, neus, klein neusje met haren, maar en ook voeten. Hele grote. Schaduwtanden. Tanden, ja, klopt. En die bever, die wil een hut gaan bouwen. Maar hij is daar niet zo heel erg handig in. Uiteindelijk krijgt hij ook een ongelukje. Op wie lijkt die bever een beetje? Als jou. Ja, als mij. Ik was ook niet zo handig in het huttenbouwen. Die bever die staat in dit boek, het verhaal. Samen kunnen we alles. Dan ga ik nu een stukje uit voorlezen. De hele dag heeft Bever aan zijn beverhuis gewerkt. Nu is hij eindelijk klaar. Helemaal niet slecht. Bromt hij tevreden. Maar dan opeens ziet hij een gat, boven in het dak. Oh nee, hè? Roept hij. Nu moet ik weer omhoog klimmen. Met een paar takken onder zijn arm klimt Bever zuchtend naar boven. Hij let niet goed op waar hij zijn poten neerzet en hij glijdt uit. Hij probeert zich nog vast te houden, grijpt mis en stort omlaag. Kreunend ligt Bever op de grond. Egel heeft alles gezien. Hij komt meteen aangerend om te helpen. Maar hij krijgt Bever niet overeind. Beer! Roept Egel. Kom gauw! We hebben je nodig! Beer komt eraan. Samen helpen ze Bever overeind. Zijn poot bloedt en er zit een knik in zijn staart. Dat ziet er lelijk uit, zegt Egel. Bever begint te huilen. Het gaat wel weer over, hoor. Probeert Beer hem te troosten. Bever snikt. Mijn huis is kapot. Waar moet ik nu heen? Beer denkt even na. We brengen je naar mijn hol, zegt hij. Ja, roept Egel. Een prima idee. Dan kun je rustig bijkomen van de schrik. Bever stribbelt tegen. Ik wil niet. Maar Beer en Egel pakken hem gewoon op en dragen hem naar het berenhol. Ze maken een bed voor Bever en Egel verzorgt zijn wonden. Bever zucht nog eens diep, sluit zijn ogen en valt in slaap. Zielig, hè? Fluistert Beer. Egel knikt. Dan zegt hij opeens... Zullen we hem verrassen? Wij gaan zijn huis maken. Denk je dat wij dat kunnen? Vraagt Beer. Natuurlijk. Lacht Egel. Met z'n tweeën kunnen we alles. Ze lopen naar het beverhuis. Weet je wat? Ik breek hem eerst helemaal af, zegt Egel. Egel sloopt het hele huis en dan gaat hij zitten. Pfff, zegt hij. Dat is gebeurd. Ruim jij nu even alles op? Ik moet eerst uitrusten. Ja, dat snapt Beer wel. Hij gaat aan de slag. Hij maakt de stenen en takken schoon en legt ze op een hoop. Egel kijkt of alles goed gaat. Dan pakt Egel een stok. Eerst maak ik een bouwtekening. We kunnen niet zomaar gaan bouwen. Wat knap, vindt Beer. Daar zou ik nou nooit aan denken. Eindelijk is Egel klaar. Hij trekt een grote cirkel op de grond. Hier gaan we beginnen. Haal de stenen. Beer sleept stenen aan en legt ze neer waar Egel ze wil hebben. Egel laat zien hoe je de takken in elkaar vlecht en de gaten dichtstopt met gras. Beer leert het vlug. Als het beverhuis hoog genoeg is, wil Beer uitrusten. Nee, zegt Egel. Eerst alles dichtsmeren met modder. Zuchtend gaat Beer het water in om modder te halen. Alle kieren tussen de takken smeert hij dicht. Egel loopt om het huis heen. Hij trekt aan de takken, maar alles staat stevig. En toch... Hoofdschuddend staat Egel naar het huis te kijken. Vind je hem niet goed? Vraagt Beer angstig. Ik weet het niet, zegt Egel.
Ik mis wat, geloof ik. Zullen we hem versieren? Met schelpen of zo? Dat is het! Jaagt Egel. Kom, we gaan mooie dingen zoeken. Ze vinden een heleboel spulletjes. En allemaal even prachtig. Beer gaapt en wrijft in zijn ogen. Maar Egel zegt... Kom op, aan het werk. En spuugt eens flink in zijn poten. Beer en Egel werken hard door. Haha, wij zijn de beste bouwers van het bos. Lacht de Egel trots. Eindelijk zijn ze klaar. Beer is heel moe, maar ook heel blij. Ze lopen terug naar het berenhol. Bever is wakker geworden. Waar zijn jullie zo lang geweest? Vraagt hij. Kom eens mee, zegt Egel. We hebben een verrassing voor je. Ja, roept Beer. Maar je mag pas kijken als wij het zeggen. Tussen Beer en Egel in strompelt Bever naar de waterkant. Zijn ogen houdt hij stijf dicht. Plotseling blijven ze staan. Ja, nu! Roepen Beer en Egel. Bever doet zijn ogen wijd open. Een hele tijd is hij stil. Dan piept hij. Dit is heel erg mooi, maar wat is het? Je nieuwe huis natuurlijk. Oh, wat knap, zegt Bever. Heel erg goed gedaan. Maar waar kan ik naar binnen? Egel slaat zich voor zijn kop. Oh, we zijn de deur vergeten. Beer zegt verdrietig. Moeten we nu weer helemaal opnieuw beginnen? Maar Bever lacht en laat zijn tanden zien. Nee hoor, maak je maar geen zorgen. Ik bijt er wel een deur in. Dat is het verhaal van de bever die een ongelukje kreeg. Maar hij werd wel heel goed geholpen, hè? Ja. Aardig, hè, van die beer en van die egel. Ik wil ook een hut bouwen. Wil jij ook een hut bouwen? Ja. En willen jullie ook een hut bouwen? Ja. Ja? Zullen we met elkaar een hut gaan bouwen? Ja. Ja, want ik heb nog wel ergens een boek. Daar staat in hoe je dat precies moet doen. Ga je mee? Gaan we naar mijn hobbyschuur. Even kijken waar ik het boek heb staan. Deze. Hoe bouw je een hut? Dus even kijken. Kijk, dit is zo'n hut die jullie hebben gezien, hè? Ja. Een Indianenhut. Nou, die gaan we niet maken. We gaan zo'n hut maken. Zie je dat? Ja. Met een tafel. Met een tafel. Maar dan kunnen we deze mooi voor gebruiken, deze tafel. Ja. En dan hebben we nog iets nodig. Even kijken, heb je een lap? Staat hier? Hebben we een lap? Kijk eens om je heen. Zien jullie een lap? Ja. Waar dan? Die, ja, pak hem maar. Pak hem maar, Mitchell. Dat is heel goed uit. Ja, dat komt goed uit. Want van deze lap gaan wij een hut maken. Ja. Maar wat hebben we nog meer nodig? Een schaar. Een schaar. Ja, inderdaad. Wil jij die pakken? Dan moet daar ergens een schaar liggen. En we hebben ook stiften nodig. Wil jij die zoeken? Even kijken wat in het boek staat nu. We moeten een lijn zetten. Dus deze lijnen moeten we erop zetten. Zo, dit is goed. Ja? Helemaal er zo naar langs. En wel netjes doen, hè? Ja. In één keer, ja. En mag niet scheuren, hè? Anders is onze hele hut in één keer kapot. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oké. Waar ben ik? Ben je een spook? Ga maar naar beneden. Hey, is het een goede deur? Ja. Ja, oké. Volgens mij gaat het een hele mooie hut worden. Denk jullie ook niet? Ja. Ja. Ja, voorzichtig. Ja, de deur is klaar. Ja. Nou, dat is ook gelukt, hè? Oké. Okay. Oh, wacht even, een stukje naar achteren. Ja. En wij liggen op de ogen. Een klein stukje naar achteren. Zo. Ja. Ga er maar in. Ja. Wauw, zeg. Het is helemaal af. Je kan er nog in. Ja, fantastisch. Maar eigenlijk vond ik de mijne toch mooier. Welke vinden jullie mooier? Deze. Deze? Nou, oké. Mag ik er ook nog even bij komen? Ja. Oh, dat past niet. Echt wel. Waar zijn jullie nou? Hallo. Ja, tjoe, zijn jullie? Hoe zijn jullie eruit gekomen? Gestoken.
moeten allemaal eenden in de hut, toch? Kom maar, gaan we nu proberen. Ik zit er al in.